Nou, de korenmolen is een producerende molen die graan maalt tot meel. En van het meel worden bij ons broden gebakken. En worden daarnaast ook heel veel mixen gemaakt. Allerlei cakemixen en broodmixen. Sinds 2 jaar zijn we onderdeel van de Baalde-Borggroep. Dus vanaf 2014. En ik ben in die periode aangesteld als molenaar hier. En van daaruit hebben we eigenlijk een doorstart gemaakt met het malen van meel en het maken van mixen. Nou, gelukkig zijn we nu zover dat we het ambachtelijke erin hebben zitten. Dat hoort ook bij een molen. Je maalt gewoon eerlijk graan tot eerlijk meel en er wordt bij ons eerlijk brood van gebakken. Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat zo'n molen blijft draaien en blijft functioneren zoals die gebouwd is. Daarnaast hebben we hier een ontzettend leuk project met mensen met een beperking. Het is voor hun een leerwerktraject en voor ons een hele mooie vulling van de dagtaak. De combinatie van het malen met meel, bezig zijn met de molen, het fysieke werk wat eraan vastzit en het begeleiden van de cliënten die hier aan het werk zijn, dat is gewoon ontzettend leuk.